Hoi allemaal. Nou, jullie zien het. Ik sta prachtig bij de hoek van Fabienne Chapeau. Hele mooie nieuwe prints binnen. Het leuke bij Fabienne Chapeau is dat ze alle prints zelf ontwerpen. Het is een Nederlands merk, dus dat vind ik ook altijd erg leuk. Het wordt in Europa geproduceerd. Dat is natuurlijk altijd een mooie, ja, mooie bijkomstigheid, ook voor het milieu. Nou, we hebben weer nieuwe kleurtjes binnen. Ik heb gekozen voor die nieuwe jurk. In een beetje net over de knielengte, zullen we maar zeggen. Bij mij valt die altijd ietsjes korter natuurlijk. Ik vind het best spannend, nu nog met blote benen. Maar straks ga ik er natuurlijk een panty onder dragen. Ik heb gekozen voor die leuke stoere boots daaronder. Met het gave vestje van Gaisha. Maar ga je nou straks met panties werken? Kies dan voor de net panties. Ja, heel veel kennen het nog wel van vroeger. Het leuke is dat je net iets op de benen hebt, maar het is niet meteen zo'n hele donkere panty. Dus wij werken 's winters heel veel en ook al best wel snel in het najaar met de net panties, want die kun je al mooi snel dragen. Nou, verder hebben we een prachtig pak binnen van Helene Hart. Nou, heel mooi gesteld met de blouse van Fabienne daar ook weer onder. Ja, en pakken blijft natuurlijk onwijs belangrijk dit seizoen. En mag je ook weer lekker los van elkaar dragen natuurlijk, hè? Dus gooi daar een jeans onder, ook weer heel tof. De nieuwe trui. Zie je ook weer die prachtige tinten, grijs, het oudroze, het camel. En let vooral ook even op het kleine gouden speldje, want dat maakt het natuurlijk helemaal af. En deze trui stel je ook weer bij de nieuwe jurkjes. Dit is ook weer een nieuwe print. Het is eigenlijk het model wat ik aan heb, ook weer met een mooie taillelijn. Leuk weer dat extra accentje aan de mouwen met het kleine strikje. Er zit een elastiekje in, dus dat is heel makkelijk. Je kunt die mouwen dus ook heel makkelijk omhoog doen. Is het dan wat kouder? Gooi dan lekker die trui eroverheen en draag een ceintuur waar je die trui dan lekker onder kan doen. Nou, mijn collega staat al te puffen, want die denkt, oeh, dat is warm. Ja, dat is nu nog heel warm, maar straks natuurlijk heel fijn. Nou, hier zie je ook weer die leuke lichte jeans van Angels. Met de mooie ceintuur van Tres natuurlijk daarbij gestyled. En combineer hem dan ook weer met de blouse in die prachtige prints. Je ziet ook hier weer net even dat accentje aan die mouwen. Het kleine knoopje aan de voorkant. Hij is helemaal doorknoopt. Je kunt hem ook even opendragen als een soort blousejasje. Ja, echt ook weer een hele mooie, warme print. Nou, en verder hebben we natuurlijk de mooie truitjes. Met dat, ook weer dat extra accentje aan de knoopjes, zoals je kunt zien. Leuk een wat korter mouwtje. Een beetje zo halverwege de bovenarm. En de zwarte heeft dan gewoon weer een lange mouw, zodat je hem lekker lang door kunt dragen. En straks ga je bijvoorbeeld bij deze, kun je natuurlijk ervoor kiezen om er weer een blouseje onder te dragen met een lange mouw. Dus je kunt hem dan ook weer heel goed voor het najaar doordragen. Dus ja, ik denk dat jullie weer heel veel hebben gezien. Ik hoop dat je het allemaal een beetje kan verwerken. En anders kom gezellig een keertje langs, want dan helpen we je graag.